Met een SRV-wagen staat een groep vrienden ieder jaar op de TT-camping. Dit jaar dus niet. En daarom hebben ze zelf een minicamping opgezet. Hey, ja, de Jari. Hoppa, het tentje staat al. Nou, we hebben bedacht hier, omdat het TT-festival dit jaar niet door kan gaan. En wij hebben met elkaar bedacht om zelf een soort TT-festival te organiseren. Maar dan in het klein en dan in de vorm van een camping. De camping heeft zelfs een naam. Nou, je hebt een TT-camping in Assen, die heet Jan en Betta. En het leek ons wel grappig, tegenover woont Jan en Corrie. Dus de link was snel gelegd. Dan wordt het in plaats van Jan en Betta, wordt het Jan en Corrie. Ja. En als die tegenover wonen. Nou, op zichzelf vind ik wel een beetje vereerlijk, zo, dat zeg ik dan. Dus dat vind ik mooi. Ja, ik vind hem een heel leuk idee. Ja, geweldig. Om toch een beetje het idee te hebben naar de baan te gaan, fietsen ze naar de ijsbaan, waar ze een TT-opstelling hebben gemaakt. Bastie! Hey! Hey! We dachten van, nou ja, hoe kunnen we echt het TT-gevoel krijgen wat we normaal ervaren op de baan? Toen dachten we, nou ja, het allermakkelijkste is gewoon de baan proberen hier te maken en dan zijn wij op de baan. Nou, zodoende hebben we in het fotoarchief gekeken. Dan zagen we nog een paar leuke foto's, hebben we deze foto afgedrukt. Nou, dan hebben we oud zegt wat wij normaal zien. Dus nu zitten wij op de baan. Vanavond een lekker feestje vieren. Net of het echt TT is. En dan op naar volgend jaar.